natuurlijk veel gekke dingen op day one, maar we willen alles laten zien. 1000 keer beter dan de Python gewoon. En dit is dus gewoon de sleutel. Hoorde ik sleutel? Ja, dat ik dit nog ooit mag zien. Jij bent hier zelf opgeklommen. Ja, maar ik vind dat wij de mensen moeten verrassen met iets moois. Zij hebben geloof in ons gehad en nu gaan we wat teruggeven. Verdomme, wat is het voor gezeik? Die is kapot. Waar kom jij vandaan, man? Ik denk, tijd voor nieuwe dingen, maatje. Ja, tijd voor nieuwe dingen. Heb je dat ding meegenomen om je armband uit te laten halen? Dat dacht ik al. Hey, ik heb een plekje voor ons daar. Kom maar aan. Ga vast die kant op. Fuck. Goh, wat ben ik blij jou weer te zien. Hallo, vriend, maatje. Oh, heerlijk. Gaat het goed met je? Ja, heel goed. Hoe gaat het met jou? Lekker, maat. Wereld rondreizen, hitscoren. Vlammen, knallen, vlammen. Beuken. Ik ben blij dat wij er weer zijn. Ik denk dat iedereen die aan het kijken is ook blij is dat wij er weer zijn. Maar ik denk dat we de afgelopen maanden erachter zijn gekomen dat we meer zijn dan het dynamische duo op YouTube. Dat we meer zijn dan gewoon vrienden die iets moois maken. Ik heb over de laatste maanden geleerd dat we echt een vriendschap hebben opgebouwd die ook door hele donkere tijden heen kan. Waarin we af en toe hele moeilijke dingen hebben meegemaakt. Niet qua vriendschap, maar qua ondernemen. Maar waar we fantastisch uit zijn gekomen. Ik weet wat ik aan jou heb. Ik denk dat jij weet wat je aan mij hebt. Je bent nu officieel uitgenodigd op mijn bruiloft. Ja, dus wel om een setje te draaien. Nee, maar het is... Kijk, we kunnen erom lachen. We hebben echt, echt veel meegemaakt. En ik hou er niet van om een soort van de vuile was buiten te hangen. Maar we hadden graag eerder weer teruggekomen met nog mooiere dingen, maar... We zijn elkaar altijd trouw en loyaal gebleven. Dat. En dat is mooi. Ja, dankjewel daarvoor. We hebben samen gevochten, ook voor dingen waarom we hier weer kunnen zijn. Maar alles vanaf nu gaat nog veel meer lading krijgen vanuit ons. Veel meer gevoel, veel meer emotie, veel meer trots. Wanneer was de laatste keer dat wij elkaar gezien hebben op YouTube? Want we hebben wel elkaar nog veel gezien tussendoor, maar op YouTube. Wat is het laatste op day one? Het laatste is denk ik het drag racen, wat fantastisch was natuurlijk. Zegt hij, weet je, we kunnen wel doen. Ik tegen de GT Street R, sleutel op sleutel. Degene die verliest, is zijn auto kwijt. En toen zei hij... Ja, nee, toch niet. Wacht. Als je wint, krijg je van mij een spiegel. Oh ja, het was eerst een jacuzzi en toen zei hij een spiegel. Hoezo heb jij niet gewoon ook ja gezegd in de jacuzzi? Oeh, shit. Normaal vroeger als wij gingen praten, kwam hij met zijn telefoon met allemaal vette shit en allemaal dit en dat en dit en dat. Deze guy praat nog maar over één ding. En dat is zo'n kleine, hoe noemde jij het net? Een onderdeel van jezelf naast je lichaam. Ja. Wat je als allerlaatste weg zou... Wat zei je nou net? Zij is onderdeel van mij geworden. Dus hij is voor mij alles. Alles. Het is de verrijking van je leven. Ik word dan wel eens 's nachts wakker. Lig heel, ja, en dan schrik ik ineens. Van dat gekrijs. Van dat gekrijs. Want dat gekrijs, dat doet me dus elke keer ergens aan denken. Een beetje zoals jij in die defensie. En dan doet mijn dochter half zo hard schreeuwen als dat jij daar deed. Nee! Ik kijk die video nog dagelijks. Gewoon alleen maar om te zien hoe hard jij daar aan het schreeuwen was. Niks Jay gilt harder dan JJ Boske in een Japanner. Oh, shit!
iedereen zou daar in de Japanners zo hard schreeuwen. Want Riki Wuta, die is helemaal gek. Riki Wuta, ja. Die moet jij nou een vriend kunnen noemen. Als jij die een vriend kan noemen, dan is alles geregeld. Over vrienden gesproken. Ja. Riki is een vriend, maar we hebben er meer. We hebben voor jullie speciaal uitgepakt. Ook een beetje voor onszelf natuurlijk. Vet hè dit. Hey. Het stopt niet, we zijn nog niet klaar. Bij Day One hebben we veel vrienden. Hey, hey, dat zijn vrienden, of niet? Hey, klop het rubber hier zo van mijn stoel af. Club jij er even af. Club. Dit is waarom we er weer zijn. Dit zijn onze vrienden. De mensen die voorbij zijn gekomen in onze afleveringen. Ze zijn bij ons op de events geweest. Nieuwe auto's. Ja. Want we zijn natuurlijk nog lang niet klaar. We gaan nog veel meer mooie dingen doen. En we hebben nog veel meer vrienden. Ja, dat is het allerleukste. Dit is toch lijp, man. Oh, dit is een soort mini-event alleen al voor ons tweeën. Is ook zo'n wel private lekker. Event is dit. Ja. Dit is wel lekker, hoor. Je zal ze maar in je telefoon hebben. Al die mensen. Die allemaal bij ons horen. Zo fijn. Zal ik Dancho eens bellen? Hey, joh. Oh shit, ja, ik kom eraan, ja? En nu gaan we kijken. En nu gaan we kijken. Kom maar, Jeff. Wow, wat zijn we aan het doen? Dit was dikke. Holy shit. Jay, wacht. Je moet een ketting om ook in deze. Jay, even een kettingje om. Kijk hem shine hier. Snap je? Oeh, wow. Kijk al die chickies. Wow. Oh shit. En dan zo, hè. We'll be right back.
Piet, maar we hebben nog wat aan te kondigen. Ja, er is zo'n periode in het jaar, verveel je je stierlijk, heb je te veel gegeten. Ergens aan het einde van het jaar. Einde van het jaar, dat je denkt van Jezus Christus, wat ga ik nou toch doen? Dan zou een heel tof, een soort van auto-event, met nog veel meer eromheen, heel leuk zijn. Met spektakel, gekkigheid, ja. Op een mooie plek in Nederland. Dus wij kondigen hierbij aan. Bij deze, drumroll. Dat we weer een nieuw event gaan doen, jongens. Samen met jullie gaan we weer iets vets neerzetten. Alleen. Wanneer? 28, 29 en 30 december. December! Zijn we er weer. Nieuw event. Tussen kerst en oud en nieuw. Precies. Alleen, we hebben nog één dingetje. We hebben nog geen nieuwe naam verzonnen. Day One World of Speedballs. Ja, dat was omdat het heel vet leek als je dan het Day One logo in een soort van vorm van ballen had met haar eruit. Ja, leek kijk, Day One World of Cars, top event, maar weg. Passé, het kan breder, het kan vetter. Het is veel meer dan alleen cars. Het is meer. Want wat als wij daar een hele grote monster truck willen hebben of een boot of een helikopter? Precies, het is spektakel. We gaan ook wat meer op spektakel zitten. Gewoon beleving, vette dingen. Hier ook super vette ideeën, dus het moet breder zijn. Dus Day One World of Cars, passé. Day One Life, Spectacle and Speed, Speed and Spectacle, Speed and Testicle. Maar wat we vooral hebben gedaan, is we hebben ervoor gezorgd dat jullie met ons mee kunnen kiezen. Omdat we dit samen met z'n allen doen. Het event is van ons en van jullie. Dus, we hebben even een linkje in de beschrijving gedaan. Als je daar nu naartoe gaat, dan kan je daarop klikken en dan kan je mee beslissen over de naam. Day One, we zijn terug, we gaan dikke dingen doen, community. Next level dingen. Denk je dat we langs staan te praten? Ik weet het niet. Ik vind deze pizza ook top, maar we moeten ook eens gewoon een keer ergens mee naar Italië rijden. Ja. Pizzatjes proeven. Ik heb nog wat leuks voor je daar. Speed and Testicle. Zo, dames en heren, mag ik even jullie aandacht alsjeblieft? Ik weet dat we eigenlijk al de hele dag jullie aandacht hebben. Daar wil ik jullie ook echt voor bedanken. Maar voordat ik daarmee begin, wil ik even de mannen van RefWorks bedanken voor het feit dat ze dit allemaal echt hebben opgezet. Dus even een applausje daarvoor. Dat jullie de energie erin hebben gestoken om hierheen te komen. Dat waardeer ik uit de grond van mijn hart en Job ook. Het is bijzonder. Het is fantastisch dat jullie dan ook nog al deze mooie auto's meenemen. Het is onbeschrijfelijk, maar ik denk ook dat dat heel goed laat zien hoe deze community is. Dank jullie wel dat we bij jullie community mogen horen en laten we vooral vette shit blijven maken. Is dat zijn plopkap? Bij mij ook. Is die ook? Is mijn plopkap? Het atletisch vermogen van een dode kwal. Ja? Oké, lekker. Dan laten we er gewoon in.